De gemeente Wijchen, Nijmegen en Groesbeek stellen zich kandidaat voor de organisatie van de Special Olympics. Dat is een nationaal sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in 2016. Collegeleden van de drie deelnemende gemeenten en de verantwoordelijk Gelders gedeputeerden presenteerden donderdagmiddag op het gemeentehuis in Nijmegen het plan van aanpak daartoe, ook wel het bidboek genoemd. Welke gemeente uiteindelijk de organisatie van het sportevenement in handen krijgt, dat wordt in juni van dit jaar bekendgemaakt. Waarom samen met de drie gemeenten een bidboek indienen? Omdat we met drie gemeentes veel meer kans maken. We hebben de voorzieningen in Nijmegen, we hebben in Wijchen prachtige sportvelden. En we hebben met Groesbeek hebben wij een prachtig landschap. We hebben accommodaties, we hebben voorzieningen waar de mensen kunnen zitten. En met z'n drieën heb je meer body om het te doen. Kun je ook de kosten wat verdelen. En de samenwerking is prima. Prachtig gebied Nijmegen, Wijchen en Groesbeek. Dus ik ben er heel trots op dat we het ook echt met z'n drieën doen. Dus. Ja, voor de duidelijkheid, het gaat niet alleen vanuit de politiek, maar echt breed gedragen in de drie samenlevingen. Het is breed gedragen in de samenleving. We hebben Werkenrode, we hebben Plurijn, we hebben Driestroom, we hebben de voetbalclubs. We hebben onlangs een sportveld geopend in Groesbeek voor gehandicapte voetbal. Er is al heel veel. De Special Olympics zijn een initiatief van de zus van de voormalige president van de Verenigde Staten, John F. Kennedy. Zij begon in 1963 met het organiseren van zomerkampen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het succes van deze zomerkampen leidde 5 jaar later tot de oprichting van Special Olympics Incorporated. Special Olympics Incorporated is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie waarbij meer dan 180 landen zijn aangesloten. Wat is uw eerste indruk van het bidboek? Nou, volgens mij ziet het er geweldig uit. Volgens mij hebben ze het ook een hele goede keus gemaakt om 2016 te kiezen. 100 jaar Nijmeegse Vierdaagse. En wat volgens mij een heel sterk punt is, is dat ze ook van de accommodatie op Heumersoord gebruik kunnen maken. Dat staat er dan al een maand eerder dan normaal. En volgens mij is dat een pre. Ik weet niet precies hoeveel nominaties of hoeveel bids men krijgt. Maar ik denk dat met name die Heumersoord dat een heel belangrijk aspect is. En de provincie Gelderland draagt het bid ook een warm hart toe? Ja, dat doen we zeker. We hebben in Gelderland hebben we het programma Gelderland Sport. En waar we ook een speciale plek hebben voor mensen die aan aangepaste sporten doen. Nou, en daar past dit prima in. Wat is volgens u de kracht van dit bidboek? Ik denk dat we eigenlijk al klaar zijn met onze locaties. Wij kunnen bij wijze van volgende week al beginnen in Groesbeek, Wijchen en Nijmegen voor alle sporten. We gaan een heus Olympisch dorp maken, dat is nog nooit eerder vertoond. En we maken een mooie verbinding met dat andere grote evenement in 2016, de Vierdaagse, die tenslotte hun 100 jaar bestaan vieren. Daardoor kunnen we een aantal extra dingen doen, niet alleen in juni van dat jaar, als de Spelen plaatsvinden, maar ook bij tal van andere evenementen, de Vierdaagse, maar denk ook bij de Zeven Heuvelen loop. Dus we maken een hele mooie verbinding, veel breder dan de Spelen zelf, voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar gaat het uiteindelijk om.